Hallo, dit is Q&A van NVS met een overzicht van het queernieuws van de afgelopen week. Minister Ronald Plasterk heeft op donderdag 4 december de aftrap gegeven van het homo-emancipatiebeleid in de sport. Uit onderzoeken die de laatste jaren verschenen zijn, zoals een gele kaart voor de sport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, blijkt dat reguliere sportorganisaties niet erg openstaan voor holibies en transgenders. Vooral teamsporten met een macho imago zoals voetbal worden door homo's gemeden. 50% van de sportende homo's en 40% van de sportende lesbo's meldt dat vrijwel niemand bij de sportclub weet heeft van zijn of haar seksuele voorkeur. Holibies blijven dus in de kast en zoeken hun heil bij commerciële fitnesscentra of richten hun eigen sportclubs op. En vorige week noemde de commentator van de regionale Limburgse omroep L1 een speler nog een geblondeerde homo, wat tot veel verontwaardiging leidde. De coalitiepartijen CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie kunnen het er maar niet over eens worden of de wet tegen de discriminatie van homo's moet worden aangepast. De partijen hebben daarom besloten advies te gaan vragen aan de Raad van State. Voor minister Ronald Plasterk van Emancipatie is het duidelijk dat scholen leraren niet mogen ontslaan als die openlijk homo zijn door bijvoorbeeld samen te wonen met hun partner. De wet lijkt daarvoor echter wel ruimte te bieden. De Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie van leerkrachten op grond van het enkele feit dat ze homo zijn. De oppositie wil deze bepaling schrappen. Deze zomer wilden de ChristenUnie en het CDA geen standpunt innemen. En daarom spraken de drie coalitiepartijen de afgelopen tijd achter de schermen over deze kwestie en wordt nu dus gewacht op het advies van de Raad van State. Christians for Truth Nederland heeft geklaagd over de plannen om deze kerst een roze kerstmarkt te organiseren in Amsterdam. De reden, de kerstmarkt zou de draak steken met het Bijbelse kerstverhaal. Maar Stichting ProGay heeft voor de periode van 18 tot 28 december juist een Pink Christmas gepland. Een onderdeel van de Pink Christmas is een kerstmarkt waar een levende kerststal te zien zal zijn, waarin twee Jozefs en twee Maria's het beeld bepalen. De christenen vinden dat de actie spot met een van de kernbegrippen van het evangelie, want door Jozef en Maria neer te zetten als homoseksuelen zou een verknipte fantasie worden toegevoegd aan de geschiedenis uit de Bijbel. Volgens ProGay-voorzitter Frank van Dalen is homoseksualiteit tolereren zonder dat homo's en lesbo's zichtbaar mogen zijn geen echte sociale acceptatie. In de Irakese autonome regio Koerdistan werd een schrijver tot 6 maanden gevangenis veroordeeld wegens het schrijven van een tekst over homoseksualiteit. Dr. Adel Hussein, journalist en arts, zit nu al in de lokale gevangenis in Erbil. Adel Hussein werd schuldig bevonden aan het promoten van homoseksualiteit, omdat hij vorig jaar een krantenartikel schreef over homoseksuele relaties. De Koerdische Journalistieke Unie verzet zich tegen de beslissing van het lokale gerechtshof. Het is niet eens bekend wie hem in eerste instantie heeft aangeklaagd, zegt een vertegenwoordiger van de Unie. Het arrest van Adel Hussein gaat ook in tegen de door het Koerdisch parlement nieuw aangenomen wetten. In Zuid-Afrika gebeurt juist het tegenovergestelde. Een journalist moet daar voor de rechter verschijnen omdat hij een homofoob artikel heeft geschreven. John Culane van de Sunday Sun schreef een stuk waarin hij de huidige toestand van Zuid-Afrika betreurt wat de status van homoseksualiteit betreft. Zoenende mannen in het openbaar die hand in hand lopen en schaamteloos genieten van hun lifestyle en seksuele voorkeur zijn voor hem een degradatie van de Zuid-Afrikaanse maatschappij. Hij zei verder dat de president van Zimbabwe, Robert Mugabe, groot gelijk heeft ten aanzien van zijn standpunt over homo's. Het denigreren van mensen op basis van seksuele geaardheid is niet toegestaan in de Zuid-Afrikaanse pers. De Europese Unie wil er nog steeds bij de Verenigde Naties voor pleiten homoseksualiteit niet langer strafbaar te stellen. Het Vaticaan protesteert daar natuurlijk tegen met het argument dat, let op, sodomieten hiervoor speciale privileges krijgen. Homoseksualiteit is in circa 90 landen nog steeds een strafbaar feit en in zelfs 19 landen staat er de doodstraf op. Om de aandacht te vestigen op dit probleem wil Frankrijk later deze maand namens de EU in de Verenigde Naties een oproep presenteren om aan die toestand een einde te maken. De motie is ondertekend door 50 lidstaten, maar kan niet rekenen op de steun van het Vaticaan. Waar hebben we dat eerder gehoord? Volgens het weekblad Revue gebruikt de christelijke stichting Onze Weg overheidsgeld om reclame te maken voor homogenezing.
De stichting, die zich inzet voor christenen met, let op, ongewenste homoseksuele verlangens, ontving dit jaar 50.000 euro subsidie. Het geld zou gebruikt worden om homoseksualiteit in orthodox reformatische kring bespreekbaar te maken. Op bijeenkomsten wordt volgens de revue echter volop reclame gemaakt voor organisaties en lectuur die de homochristen wil bekeren naar een heterochristen. Ook wil de stichting actief leden gaan werven met deze subsidie. D66-Kamerlid Boris van der Ham gaat naar aanleiding van het artikel Kamervragen stellen. Het lijkt me wel op zijn plaats. Tot zover Q&A van deze week. Surf naar onze website nbs.nl voor meer info en deze uitzending. Tot volgende week.